Een monumentaal pand dat is verwoest door drie monumentale eiken. Van de woonboerderij van Ronald van Steendelaar is weinig over. Ik denk dat dit de boosdoener is waar ik hier tegenaan sta. Deze grote oude jongen die is omgegaan. En die heeft zijn twee kleinere zusjes zeg maar meegenomen in zijn val. En terwijl zijn zoontje Olle iets aan de waterschade probeert te doen, laat Ronald de schade op de bovenverdieping zien. En dan dringt het besef tot hem door. Door vertraging in de restauratie hadden hij en zijn gezin hier eigenlijk al moeten wonen. En in dat donkere hol had hij eigenlijk al moeten slapen. Als je daar midden in de nacht bij het onweer en weer ligt, een boom door je dak krijgt op deze manier, dat vind je alleen in een film, hè? Dat kun je niet verzinnen. En dat heb je dus nu in je slaapkamer liggen. En daar word je wel stil van, ja. Niks heeft zijn familie vannacht door als de eiken omvallen als lucifers. Het gezin wordt alleen wakker van de beukende storm op hun tijdelijke onderkomen in deze containers. Dat was voor ons natuurlijk al ongekend. Ze hebben, nou ja, laten we maar blijven zitten, het zal wel goed gaan. En ja, niet te weten dat er dus 20 meter naast je dit soort natuurgeweld naar beneden komt. Pas als hij om 7:30 de voordeur opendoet, ziet Ronald de ravage. Nu is hij bang voor de eiken die er nog staan. Ik merk dat de wind weer aan gaat trekken. Ik heb er niet veel vertrouwen in op het ogenblik als ik daar boven in die kruinen kijk. En dan valt, voor onze ogen, weer een eik om. Oh nee toch? Ach nee. De boom is precies terechtgekomen op de plek waar we net nog twee geiten zagen lopen. Ronald vreest voor hun leven. Nee, gelukkig niet. Gelukkig geen geiten geraakt. Nou, dat is wel heel erg zeg. Dat is dan de tiende eik die nu sneuvelt. Vreselijk, vreselijk. Je bent net een minuut te laat. De tiende boom is naar beneden gekomen. De bosbeheerder uit de gemeente Soest komt de eeuwenoude eik inspecteren. Ik heb vanmorgen met oude mensen gesproken die zeiden, ja, vroeger hadden we dat ook wel. Maar ik heb het de afgelopen 25 jaar niet gezien zo. Zijn levenswerk is verwoest. Toch noemt Ronald zich een gelukkig man. Ik vind het heel erg triest. Maar ik ben zo blij dat mijn gezin 25 meter verder in een noodwoning zat. En niet, echt niet op deze plek lag te snurken. Want dan had ik hier niet staan te lachen.